Katwijk zijn vorig jaar kampioen geworden. Hebben gewoon een goede ploeg. Nou goed, we hebben de meeste clubs in de tweede divisie. Ja, met goede spitsen. Wie makkelijker een goal kunnen maken. Dus wij kunnen onze borst weer nat maken tegen een goed Katwijk. En dat is alleen maar mooi. Dat is een mooie uitdaging. Ja, ik denk dat nu gewoon vooral belangrijk is dat we wat we vorige week niet deden. Dus aan het begin van de wedstrijd onze kansen verzilveren. Dat we dat deze wedstrijd wel gaan doen. En dan maken we gewoon een hele goede kans. Jong Vitesse reisde vorige week naar Haarlem voor het duel met Koninklijke HFC. Helaas keerde de Arnhemse belofte met lege handen huiswaarts, waar een punt verdiend geweest was. Hoe kijkt trainer Jozef Oosting terug op het duel? Ik vond dat wij hier een beetje stroef begonnen, een beetje lauw. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, met name in het begin, tot aan de rust hebben we het gewoon heel goed gedaan. Goed druk gezet, hun dwingen tot lange ballen. Daarin vond ik ons de bovenliggende partij. Met een paar goede kansen vanuit de omschakeling. Met Buiting en met Ten Tijen. Maar goed, uiteindelijk die gaan er niet in. En na rust vond ik dat ze iets anders gingen opbouwen. Koninklijke HFC. Waardoor we een beetje wat lastiger kregen. Toen was de wedstrijd meer in evenwicht. Alleen ik vond wel dat wij onverdiend hebben verloren. Want hun krijgen één kans en uiteindelijk die kans die creëren ze zelf. Door die Tamine en die schiet hem binnen. En dan hebben ze de kwaliteit om de wedstrijd dood te maken. Ik denk dat we wel de bovenliggende partij waren de hele wedstrijd. En we hadden op het begin van de wedstrijd hadden we gewoon gelijk die 1-0 moeten maken. Dat deden we niet en daardoor hielden we ze eigenlijk een beetje in de wedstrijd. En dat was zonde, want daardoor maakten zij nog aan het einde van de wedstrijd nog de 1-0. Dat konden we niet meer rechttrekken. Aankomend weekend speelt Jong Vitesse opnieuw tegen een hoogvlieger. Op Papendal is Katwijk de tegenstander. Katwijk zijn vorig jaar kampioen geworden. Hebben gewoon een goede ploeg. Nou goed, we hebben de meeste clubs in de tweede divisie. Ja, met goede spitsen. Wie makkelijker een goal kunnen maken. Dus wij kunnen onze borst weer nat maken tegen een goed Katwijk. En dat is alleen maar mooi. Dat is een mooie uitdaging. Ik kan de vorige wedstrijd nog wel een beetje herinneren. Dat werd 0-0. En dat hadden we eigenlijk ook kunnen winnen. Ze hadden ook al een aantal kansen, maar wij ook zeker. En ik denk dat nu gewoon vooral belangrijk is dat we wat we vorige week niet deden. Dus aan het begin van de wedstrijd onze kansen verzilveren. Dat we dat deze wedstrijd wel gaan doen. En dan maken we gewoon een hele goede kans. Afgelopen week is de verdediging natuurlijk gewaarschuwd voor een goede spits. Nu staat er weer een goede spits tegenover. Zijn ze extra scherp deze week? Ja, we waren afgelopen week ook wel scherp hoor. Alleen heb ik gezegd, dat moeten we leren. We moeten zorgen dat wij helemaal niks weggeven. En dat is voor aankomende zaterdag weer het geval. We moeten gewoon zorgen dat wij... Kijk, we hebben en krijgen weinig goals tegen. En wij moeten zaterdag heel geconcentreerd zijn. En dat we de samenwerking, met name de centrale duo, dat die gewoon goed is. Dan gaan we zien wat het wordt. Je laat wel zien tegen de ploegen als Koninklijke HFC, natuurlijk een hoogvlieger. Nu Katwijk opnieuw, dat zijn ploegen waar je wel goed tegen voetbalt. Dat moet vertrouwen geven, neem ik aan. Ja, ik denk dat wij sowieso altijd met iedere ploeg ons kunnen meten. Omdat wij gewoon voetballend zijn we gewoon goed, vind ik zelf. En dan komt het vaak aan op wie het... Gewoon de trekker overhaalt en de ballen erin schiet. En dat moet bij ons nog beter, vind ik. En hier op de velden van Papendal, zou het lekker zijn om een doelpuntje mee te pakken voor jou? Ja, zeker. Ik heb er nu in de nieuwe jaargang weer 2 in liggen. Dus ik hoop dat gewoon door te trekken nu. Droomparken, sponsor van Vitesse TV.